Bukje optreden, wat soms optrad. En we gaan kijken of we dat nu kunnen nabootsen en of we dat ook kunnen oplossen. We gaan hier bijvoorbeeld een aantal boeken toevoegen. Een stuk of 4, 5. En dan gaan we naar de winkelwagen. En dan zou het zo moeten zijn, als je hier een boek verwijdert, dat je dan het boek ook zelf verwijdert. Als ik hier het middelste boek pak, dan zien we dat er wat meer boeken verwijderd worden. En op zich is dat niet zo onlogisch, want als we naar ons script terugkijken, dan hebben we hier verwijder items. En als die verwijder items verwijderd wordt, wordt die gekeken of dat EAN, wat is ingevoegd als argument, hier het EAN, of die dus bij een van de boeken voorkomt. En als dezelfde boeken voorkomen, komt die ook vaker voor en wordt die ook vaker verwijderd. Wil je dat voorkomen, dan moet je eigenlijk na het verwijderen van één zo'n boek het EAN aanpassen. En natuurlijk niet naar een waarde die al bestaat voor zo'n boek. Maar die zou je dan bijvoorbeeld moet gelijk moeten zetten aan 4 of in dergelijk een heel vreemd getal of een tekstje of zo. Dat kan natuurlijk ook nog. Als we dat nu uitvoeren en we gaan naar het winkelen en we gaan nu opnieuw een aantal van die boeken toevoegen. En we gaan nu naar de winkelwagen. Dan kunnen we als we deze toevoegen, dan blijft er maar één van. Maar als we deze middelste pakken, dan gaat er ook steeds maar één van die boeken weg. En is dat foutje ook opgelost? We kunnen nog even kijken of we de boeken al wat mooier kunnen weergeven, want hier zit geen tussenruimte. En dat gaan we natuurlijk even met een stukje CSS doen. We gaan naar de CSS toe en dan kijken we dus naar het besteld boek. En dat is een cover. En die kan je natuurlijk ook nog eventjes een padding bottom geven. En dan die dakjes zo van 0.3 em, dan komen ze een beetje uit elkaar te staan. En dat zien we dan hier in deze geval ook gebeuren. Wat dat betreft zijn we dus nu weer een beetje up-to-date.